thuisbest. Oost-west, thuisbest. In hoven en hoeven, in oost en in west. Mag het goed zijn te toeven, thuis is het best. Geen plekje zo heilig, geen kerk of geen kluis. Zo vreedzaam en veilig als het vreedzaam thuis. Het zij prachtig in het oosten, het zij heerlijk in het zuid. Natuur spreidt er schatten en wonderen uit. Het goud mag er lokken, de lust of de eer. Genot mag er veel zijn, gemist is er meer. Thuis zijn mijn schatten, mijn eer en mijn lust. Mijn smakelijkste maaltijd, mijn rustigste rust. De bloem in mijn venster, het vuur in mijn haard, zijn al uw tonelen en lustoorden waard. Verandering is het anders worden van de verschillende onderdelen van je leven. Dus het is jezelf, je verandert zelf, dan je omgeving en de mensen om je heen, je verhouding tot de andere mensen en ook waar je woont. Dat kan ook een hele grote verandering zijn. Wat in de buurt voor mij is veranderd. Dat ik 5 jaar geleden ben verhuisd naar het huis waar ik nu woon. En waar ik eigenlijk godsblij mee ben om daar te mogen wonen. Dus het is 2 keer zo groot als mijn oude huis. De grootste verandering is natuurlijk wel het feit dat ik nu met mijn vrouw op het WG-terrein woon en vroeger in de Simon Willemstraat. Een straat wat er niet meer bestaat, dat is gesloopt. En in die jaren is er dus ontzettend veel veranderd. Ik ben echt van het slooppand ben ik naar een woongroep gegaan. Daar heb ik 18 jaar gewoond. En na die 18 jaar, toen zijn we naar het WG-terrein gegaan. Nou, als dat geen verandering is, dan weet ik het niet meer. De grootste verandering is dat Agathe Deekstraat, hierachter waar we nu zitten, in 2013 hebben ze die hele straat vernieuwd. En aangezien ik een handicap heb en een auto voor mijn deur heb, moest ik die auto verder plaatsen. En op dat moment was het lopen best wel moeilijk. Omdat elke keer was het toch wel een drama om naar mijn karretje te lopen. De hele straat was open, want ze gingen de leidingen vernieuwen, dus de gas- en waterleiding. Dus het is en een hele nieuwe straat hebben gekregen. Verandering. 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 Er verandert bijna niks meer de laatste tijd. Ja, wat zou er nou kunnen veranderen? Liever dat er meer activiteiten zouden georganiseerd worden. En dat we meer samen gaan werken. Niet dat we het alleen doen. Dat we niet alleen maar thuis zout zitten en tv kijken. We doen de laatste tijd echt veel hetzelfde. Zelfs een dagje pretpark, wat normaal altijd leuk is, ze begint saai te worden. Je hebt zelf invloed op die verandering. En dat heb ik mee mogen maken. In het begin was ik heel activistisch en waren we bezig om met de buurt de dingen te veranderen. En als je ziet dat succes hebt, ja, dan voel je tevreden. En dan denk je van oké, die verandering die is er wel van buiten gekomen, maar ik heb zelf invloed gehad op die verandering. Mijn grootste verandering is dat ik van de hardo ben afgekikt in mijn eentje. Dus ja, dat is wel een hele grote verandering. En dat is eigen keuze tussen leven en dood. En dat ik nu eigenlijk leef en dat ik van het leven hou, want de wereld is er mooi. Ja. Dat ik dus voor mezelf op een gegeven ogenblik, dat heb ik eigenlijk gedaan uit herinnering aan iemand van de oude buurtborrel die dat deed en die is overleden inmiddels. En toen vond ik het nodig om in zijn naam en in zijn
ja, hoe moet ik het uitleggen, voor warmte terug te geven aan de mensen. Om dat door te zetten, om dan een loterij te gaan doen in dit geval. En ik ga in de toekomst, ga ik ook nog de oude buurtborrel weer laten herleven. En dat is hetgene wat ik dus doe. Dat ik bijna dit jaar, dat ik de volgend jaar naar de middelbare school ga. En dat is eigenlijk mijn verandering. Dus dan ga ik me veranderen. Dus dan ga ik mijn basisschool missen. En dan ga ik naar de middelbare school. En dan ga ik nieuwe vrienden leren kennen. De verandering van de buurt. Ik vind dat het veiliger is geworden. Dat er minder criminaliteit en dat ik me veilig voel in de buurt. Misschien dat nieuwe mensen komen in de buurt en dat we dan weer andere nieuwe mensen gaan leren kennen. Ik heb wel zin in een verandering in de toekomst. Ja, ik heb een paar weken geleden een ticket naar Zuid-Afrika geboekt, omdat ik daar mijn passie ga volgen, iets wat al heel lang diep in mijn hart zit. En ik merk gewoon dat ik daardoor echt veel beter in mijn vel zit. Ik heb zin in dingen. Dus dat merk ik gewoon aan alles. Er gaat gewoon een hele bubbel door mijn lijf van, hey, ik ga iets doen wat ik echt heel graag wil. Dus ik merk gewoon de keuze die ik heb gemaakt, dat een hele positieve verandering teweeg brengt bij mij. Mijn grootste verandering is dat ik een paar maanden ben gaan schrijven. En doordat kan ik mijn gevoelens uiten en beter beheersen. Ja, misschien wil ik professionele rapper worden. En op YouTube komen en songfestivals zingen. Ja, verandering is het tegenovergestelde van hetzelfde blijven. Bij verandering wordt de situatie anders. De personen worden anders, de maatschappij wordt anders, het land wordt anders. Dus het is niet meer hetzelfde. En iedereen verandert, want je wordt geboren als een onschuldige baby en door al je ervaringen en mensen die je ontmoet en dingen die je eet, verander je in wat je nu bent. En je bent altijd aan verandering onderhevig door de personen die je ontmoet, de leuke dingen die je meemaakt, maar ook de vervelende dingen die je meemaakt. Dat maakt jou nu wie je bent. Dus zo zie ik verandering.